En we hebben afgesproken met Loek van de Kroon. Hem stellen we de vraag, wat doen ze, voor wie en hoe kunnen wij helpen? Goeiedag. 1 op de 12 kinderen in Nederland kan niet zomaar sporten of een verjaardagsfeestje geven. En daarmee lopen zij het risico om sociaal buitengesloten te worden. Het is namelijk voor hun niet zo gewoon om vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis te nemen. Vaak schamen ze zich voor de thuissituatie. En ze hebben ook niet altijd geld om bijvoorbeeld een verjaardagscadeautje te kopen als ze op een partijtje zijn uitgenodigd. Deze kinderen verdienen extra aandacht. En de campagne van Sieren roept ons op, praat hierover. Van de Tweede Kamer tot de kringgesprekken op school. Nu zijn er natuurlijk veel organisaties die wat voor deze kinderen willen doen. Zo ook Stichting Leergeld. Hier in onze gemeente zijn er 3300 kinderen die op of onder de armoedegrens leven. Stichting Leergeld wil er voor hun zijn. De uitdaging is dat nog steeds een hoop gezinnen er niet terechtkomen. Soms omdat ze zeggen, Stichting Leergeld, wat is dat? Zijn ze? Wat doen die? Soms omdat het gewoon te moeilijk is om te vragen om hulp. Dus om met de woorden van de Sierencampagne te beginnen, laten wij het daar eens over hebben. We zijn vandaag op bezoek bij Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Goedenavond, wat fijn dat we hier bij u op zoek mogen komen. Kunt u ons vertellen, Stichting Leergeld Haarlemmermeer, wat doen die in deze gemeente? Onze stichting zet zich in voor kinderen in onze gemeente van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen die het financieel slecht hebben, krap zitten. Dus wij proberen zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat die kinderen mee kunnen doen aan het sociale leven en niet worden buitengesloten omdat vader of moeder niet kunnen bijdragen aan een lidmaatschap of aan een cursus of aan een zwemles of wat dan ook. En hoe bereikt u die gezinnen? Ja, dat is heel erg moeilijk. Dat is eigenlijk een van onze grootste uitdagingen. Want wij mogen niet, we kunnen niet aan de Belastingdienst vragen van, goh, hoe zit het met de gezinsfinanciën van deze en gene. We kunnen eigenlijk nergens terecht. We moeten die ouders proberen te bereiken, uit te leggen wat wij kunnen doen, zodat zij de stap kunnen zetten om een aanvraag in te dienen. Die aanvraag moeten ze doen bij de gemeente Haarlemmermeer. Dat moet op digitale wijze. En dan vindt er een toets plaats die buiten ons omgaat. En als de gemeente daar instemming op geeft, dus dat noemen wij dan een beschikking geeft, en dus bereid is om bij te dragen in dat gezin, dan gaan wij bij dat gezin op bezoek en dan proberen we een contact, een relatie met dat gezin op te bouwen. En dan gaan we ook kijken van waar is de hoogste nood en waar kunnen we het beste helpen. En is dat dan zo, als stel ik zit in zo'n gezin, ik heb 3 kinderen en de een die zou eigenlijk op zwemles moeten, maar de ander die wil dolgraag voetballen en mijn dochter die droomt er toch van om gitaarles te krijgen. Moet ik daar dan 3 aanvragen voor doen of kunnen we dat dan als gezin in 1 keer doen? Ja, je kunt als gezin in 1 keer doen, maar in principe wordt zo'n beschikking afgegeven per kind. Oké, dus dat is niet per gezin, maar dat gaat echt om het individuele kind. Ja. Daarmee is het dus ook voor elk kind een eigen budget. Ja, klopt. Want dat vind ik wel heel mooi, omdat elk kind natuurlijk net weer andere dromen, andere wensen, andere interesses heeft. Dat klopt. Ik kan mij ook voorstellen dat, want u zei net, we gaan bij gezinnen op bezoek, dat dat de afgelopen tijd best uitdagend was met corona. Sterker nog, we hebben de gezinnen niet kunnen bezoeken. Dat heeft gedurende de hele coronatijd stilgelegen. En dat is heel langzamerhand, voor zover dat mogelijk is, zijn we dat weer een beetje aan het opstarten. En dat is voor Leergeld, voor onze organisatie, een van de meest vervelende dingen, echt een pijnpunt.
Omdat die het opbouwen van zo'n relatie met zo'n gezin zo ontzettend belangrijk is. Je wil het vertrouwen hebben, je wil ze ook zoveel mogelijk helpen. Je bent al blij als ze die drempel hebben genomen. En als dat allemaal goed gaat, dan kan dat ook weer een olievlekwerking hebben op de omgeving van zo'n gezin. Want er zijn natuurlijk wel vaker mensen die je tegenkomt in vergelijkbare omstandigheden, die dan misschien ook naar ons toe komen. Dus ja, onder het mom, hè, als ik de buurvrouw vertel of een goede vriendin die in een vergelijkbare situatie zit, hoe fijn ik geholpen ben en dat mijn kind zo blij is, want die mag nu gaan sporten of muziekles krijgen. Dat dan de ander ook denkt, goh, misschien moet ik dat toch ook eens gaan proberen en daarmee over de drempel durft te stappen. Ja, plus dat die intermediairs dan, als die vertrouwensrelatie er is, dan komen natuurlijk ook veel meer andere dingen langs, hè, van andere sociaal-emotionele zaken rondom de kinderen of vader en moeder. Je kan je baan kwijtgeraakt zijn, er kan ziekte zijn, er kan van alles en nog wat spelen in zo'n gezin. En daarom wordt er ook wel goed geselecteerd op de intermediair. Dat moet wel echt iemand zijn met de benodigde vaardigheden om die vertrouwensrelatie op te bouwen met die gezinnen. Ja, en dan staan wij hier op het kantoor van Stichting Leergeld. Als ik het goed begrepen heb, hè, sinds ongeveer anderhalf jaar in gebruik. Ja. En dan normaal gonst het hier dan dus van bedrijvigheid, van vrijwilligers. Want het is op één persona allemaal vrijwilligers die allemaal deze organisatie runnen. Ja. En die doen dan en de gesprekken met de gezinnen, de bemiddeling eventueel als tussenpersoon naar de gemeente toe. Maar daarna ook het begeleiden of het regelen van stel het inschrijven bij een sportclub of het doen van de betaling. Of dat gebeurt allemaal vanaf maar hier? Dat doen niet dezelfde mensen. Hè. Dus we hebben ongeveer 20 vrijwilligers. Een groep daarvan neemt het contact met het gezin. Dus die zijn intermediair voor hun rekening. En overleggen natuurlijk ook met de mensen hier. Maar zij zijn vooral buiten de deur actief. Dan hebben we hier op ons kantoor de mensen die zorgen voor de aanvragen, het verwerking van de aanvragen, de betalingen. Betalingen gaan niet rechtstreeks naar het gezin. Die gaan altijd naar de sportvereniging of naar het zwembad of naar PIRK als het om een culturele activiteit gaat of naar de dansschool. Dus die betalingen gaan niet via het gezin, altijd rechtstreeks. Om te voorkomen dat eventueel het geld aan andere dingen wordt besteed. Al dat soort zaken, dat wordt hier gedaan. Dus ook daarbij staat het kind centraal. Want dus dat wat het kind dan nodig heeft en dat budget wat daarvoor vrijgemaakt wordt, wordt dan ook daadwerkelijk aan het kind besteed. Ja, daar ziet de gemeente haar meer ook streng op toe. Dus wij krijgen dan na zo'n beschikking het geld. €500 voor een kind. En we moeten natuurlijk achteraf verantwoording afleggen op welke wijze dat is ingezet. Stichting Leergeld is in 2006 opgericht in de Haarlemmermeer. Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Nu inmiddels 15 jaar actief. Ja. Wat kunt u, als u naar die 15 jaar terugkijkt, wat is een van de mooiste uitdagingen die jullie samen aangegaan zijn? 2006... de situatie totaal anders was. In die zin dat armoede, financiële beperkingen toen al net zo nadrukkelijk aanwezig was als nu. Maar de stichting is begonnen met een paar mensen die dat hele doel wilden nastreven. En dus als amateurs bij elkaar zijn gekropen en een stichting zijn begonnen. Zonder enige hulp. Later, toen het langzamerhand een beetje van de grond begon te komen, hebben ze zich aangesloten bij de Landelijke Stichting van Leergeld. En zij niet alleen, maar vele anderen, want inmiddels zijn er 115 van die lokale stichtingen in Nederland. Vanuit die Landelijke Stichting krijg je natuurlijk dan ook de nodige support en hulp. En financiële middelen hadden ze ook niet. Dus dat ook niet van de gemeente Haarlemmermeer in die tijd. Dus dat moesten ze doen met fondswerving en sponsoring.
Dus daar is heel veel tijd in gaan stoppen. Het hele apparaat, zeg maar, het administratieve apparaat moest worden opgebouwd. Dus dat heeft best wel veel voet in aarde gehad. Na een jaar of 10 heeft de gemeente Haarlemmermeer een verzoek neergelegd bij de stichting om een deel van het werk wat de gemeente doet aan armoedebestrijding van hen over te nemen. Dat heeft enorme impact gehad, want het aantal aanvragen nam alleen maar toe. Dus ook de druk op de organisatie nam enorm toe. Dus dat is ook een enorme uitdaging geweest. En een paar jaar geleden was wel duidelijk dat het niet meer te doen was zonder een professionele kracht. En je bent natuurlijk ook met hele persoonlijke gegevens, gevoelige informatie bezig. En ik kan mij voorstellen dat je veel vrijwilligers nodig hebt om al die kinderen te bereiken. Ja. Als je dat dan ook nog doet zonder iemand die daar zijn fulltime job van heeft, dan vraag je van de vrijwilligers ook wel heel veel. Dat klopt helemaal. Dus ik denk, onze professional is nu net zo lang bij de stichting betrokken als ik zelf. Maar ik heb wel gemerkt aan de sfeer en de cultuur op kantoor dat sinds zij er is, er veel meer rust is en continuïteit is gewaarborgd. Dus het gaat een stuk beter. Nou, in 15 jaar gebeurt er een hoop. Als ik het zo hoor, dus van een hele kleine, echt uit idealisme ontsprongen organisatie. Daarna ook een stukje verlengstuk van de gemeente geworden, omdat jullie een stukje gemeentebeleid uitvoeren. Ook dat vraagt natuurlijk andere blik en andere samenwerking. Jullie doen ook veel samen met andere stichtingen die op hetzelfde werkvlak bezig zijn. Ja. Volgens mij, als ik het goed heb begrepen, ook iets heel erg leuks voor de jarige joppen onder de kinderen. Ja. Is dat ook allemaal door vrijwilligers onderling geregeld? Ja, in principe lopen al die contacten ook hier weer via al die vrijwilligers en onze teamleider, zoals wij het dan noemen. We merken dat er heel veel organisaties met hetzelfde doel bezig zijn. Maar soms weten wij niet van het bestaan van die andere organisaties of weten zij de weg naar ons niet te vinden. En daar ligt voor ons wel een opdracht die ook door de gemeente Haarlemmermeer wordt omarmd. Want het zijn wel allemaal organisaties die op een ander vlak ondersteuning bieden. En hoe mooi zou het zijn als we dat allemaal een beetje bij elkaar kunnen brengen en ook elkaar daarin kunnen ondersteunen met inachtneming van privacyregels. Want dat is wel een heel erg groot probleem. Als wij... En wij krijgen dan een telefoontje van een organisatie die kinderen wil uitnodigen om op vakantie te gaan, omdat het anders niet kan. Maar dan willen ze graag naam en toenaam. Ja, dat mogen wij natuurlijk niet verstrekken. Maar zij zitten wel in het probleem van bereikbaarheid van die gezinnen en van die kinderen. En wij hebben ons voorgenomen om daar de komende tijd veel aandacht aan te gaan besteden. We hebben 15 jaar van de organisatie achter ons, hopelijk nog vele jaren naar voren. Als u nu, vandaag, over 15 jaar terug zou mogen kijken, wat hoopt u dan bereikt te hebben, wat er nu nog niet is? Het zou het mooiste zijn natuurlijk als we onszelf dan kunnen opheffen en dat we geen armoedebestrijding meer hebben. Maar dat is denk ik toch een illusie. Wat ik net al aangaf, ik vind het echt fantastisch als ik al die organisaties, dat is ook mijn persoonlijke ambitie, bij elkaar kan brengen en iets kan regelen voor die gezinnen waarmee de bereikbaarheid van ons als Leergeld, maar ook al die andere organisaties, de toegankelijkheid van onze organisatie, een stuk wordt vergemakkelijkt. Want nu is het met name voor mensen die de taal niet spreken of mensen die geen digitale vaardigheden hebben, heel erg lastig om van onze diensten gebruik te maken. Want het gaat nou eenmaal via de digitale weg. Ik kan mij ook voorstellen dat het efficiënter kan, omdat als één iemand al getoetst heeft of zo'n gezin in aanmerking komt en dus inderdaad onder, het klinkt altijd heel hard, maar onder bepaalde grenzen een leefsituatie heeft. Als elke organisatie dat apart beoordeelt, dat is ook heel inefficiënt. Je zou zeggen, als één
organisatie dat doet, dan zou daarna... Zeker. Nou, kom de fanfare met alle moois wat we kunnen bieden, maar door. Ja, het is niet alleen inefficiënt, maar het is ook belastend voor die gezinnen. Ja, die moeten elke keer opnieuw dat schaamtegevoel door. Ja. Dus dat is echt, dat zou fantastisch zijn als we dat... En kijk niet eens naar een horizon van 15 jaar. Als dat aan mij ligt, gaan we dat proberen zelfs nog wat eerder voor elkaar te krijgen. Dat zou mooi zijn. Ja. Bedankt voor het fijne gesprek. Wij waren vandaag op bezoek bij Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Eén laatste vraag. Bij wie moeten we de volgende keer op bezoek? Wij willen onze samenwerking met Make a Child Happy gaan intensiveren. We vinden het een hele mooie stichting. Past goed bij ons. Zou een mooie bijdrage kunnen leveren. We zetten hem op ons bezoeklijstje. Super bedankt. Graag gedaan.